Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Bankzitters Zuig Challenge. Oh, zuigen! Dit heet dat niet echt de Bankzitters Zuig Challenge. Heb jij een betere suggestie dan? De Pijp Challenge. De Pijp Challenge. Goed, je krijgt zo meteen een vraag als je die fout beantwoordt. Ja hoor, ik wil pijp. Dan moet je één keer drinken. En dat kan dus heel vies zijn, of heel lekker. Maar A, B, C? Nee, het is gewoon open vraag. En ze zijn moeilijk. Maar is alles vies? Nee. Nee? Nee. Jawel toch? Nee. En dat het goed is, hoef je niet te drinken. Dan hoef je niet te drinken. Ah, kassa man. Ja, jij krijgt van mij de eerste Tuurlijk, vraag. Tuurlijk jongen, ik krijg van jou de eerste vraag. Je krijgt twee vragen per persoon. Koen, wat veroorzaakt eb en vloed? Dit weet je toch wel. Gast, weet ik veel. De zon. Nee, de stand van de maan. Ja, dat is wel goed. Nee, de zon. Mag je drinken? Oké, dan pak ik... Niet ruiken. Meer drinken. Energy. Dit is Red Bull, man. Hey man, lucky me, ouw. Koen, vraag 2. Wanneer is Pinksteren? Ja, die weet ik. Dat is voor Pasen. Sterk. In mei of in juni is het. Dus dat is mijn antwoord. De 7e zondag na Pasen was het goede antwoord. Oeh. Karnemelk of zo. Dit is gewoon koffiemelk, gewoon zo'n pot. Oh, dat is vies. Raoul, welk bedrijf heeft na Shell het meeste aantal tankstations in Nederland staan? Thans hebben ze dit, hoor. Oeh, dit is wel moeilijk. En moet ik een tipje geven? Ik denk dat ik weet welke het is. Ik heb er vandaag nog getankt. Ik neig tussen twee, tussen BP en Esso. Ik vind Esso vind ik leuk. En misschien best wel kleine, die overal in van die boerengehuchten zit. Zo'n Tin Q of zo. Ja. Ik ga dan voor snelwegen en alles, ik ga BP zeggen. Oei. Ik denk Esso. Oei, hij was net wel genoemd. Het was de Tin Q. Ja. Olijvensap. Ja, zo goed. Goed. Milo. Ja. Wanneer heb je voor de laatste tijd? Gisteren. Bij je vader. Oké. Okay. Rol, deze moet jij weten. Noem de enige Amerikaanse staat die begint met de letter L. Dit is wel jouw Louisiana. Die is helemaal goed. Milo, welke kleur heeft de letter E in het logo van Google? Het is niet geel. Ik denk dat het wel geel is. Ja, maar jij moet zeker je teams bekken, hoor. Ja, maar ik ga inzetten. Groen. Ik zeg rood, man. Rood is goed. Ja! Wat is het Romeinse cijfer L? Bro, dit is koude makkelijke vragen, man. L? Ja, Milo is goed bezig, man. Ik heb geen flauw idee. Ja, weet ik veel. 1000. 50, toch? Het is 50. Zuggen! Zitten er kotswaardige dingen tussen? Nee, nog niet. Milo, gewoon drinken. Kinderen in Afrika hebben niks. Je hebt gewoon de lekkere te pakken. Het is gewoon een smoothietje met bieten. Met wel een beetje bieten, maar het is gewoon lekker smoothie. Bin! Goed, Rob. Jij bent weer genaaid. Hoe noem je de politieke ideologie waarin men streeft naar een maatschappij zonder hogere macht of autoriteit? Geen hogere autoriteit. Het zal wel van jouw vriend zijn, marxisme of zo. Nee, dit is het anarchisme. Nou, dat heb ik dan fout. Dan mag je drinken. Oké, man. Meer drinken op. Oh, dit is lekker. Ah, hij heeft gelukt, deze pisvlek. Hij heeft gelukt, die pisvlek. Dit is, ik weet wat het is, maar... Ik wil echt dat Milo die ook drinkt. Drink jij even Milo. Ja, taxi. Taxi! Maar ik heb meteen die trauma weer. Rob, welk apparaat perst door snel rond te draaien water uit uw wasgoed? Dit was niet eens de originele vraag, maar ik wil gewoon dat jij gaat drinken. Hoezo, de volgende vraag was koud en moeilijk. Dit is toch een fucking makkelijke vraag. Maar het is geen droger waarschijnlijk, toch? Je gaat ook voor de centrifuge. Kut! Ja, dat ook. Maar drink alsnog. Je hoeft niet te drinken, er komen echt nog zoveel mogelijkheden om te drinken. In de volgende ronde. Ronde 2. Dat zijn de persoonlijke vragen. Als jij die niet beantwoordt, omdat je denkt van dit is te juicy, dan moet je drinken. Rob, noem van elke bank zitten de slechtste eigenschappen. Pessie Mattie natuurlijk. Toen jij helemaal een zak en as daar in Abu Dhabi zat te doen alsof je de grootste fout van je leven had gemaakt. Terwijl het gewoon, ja, kan niet altijd allemaal goed gaan natuurlijk. Gelukkig was ik bij je om je daar weer uit te helpen. Hè. Je hebt het gevoel dat als jij er niet bij was geweest, had het alleen maar kunnen eindigen in zelfmoord. Nou, Koen, slechtste eigenschappen. Waar moet je beginnen? Dit is echt lastig. Ik ga over Koen geen slechtste eigenschappen. We gaan echt drinken. Dit is echt zo'n geval van je weet niet wat er binnenkomt. Het is kokos of zo. Is het kokos? Hey, maar Rob, Esso naar jou dat je bij mij niks kon bedenken. Wie van de bank zit is Rob? Zie jij het minst als je vriend? Oh. Ik weet al wie ik dan zou zeggen. Het minst, hè? Nee, ik zou zeker Milo zeggen. Hij heeft alle liefde zeggen. Oh. Ik heb met jullie samen. Ik ook. Zo. Ja, het is toch anders of zo? Ik snap je wel op zich, hoor. Ja. Amilo, nu begint de juice. Wie van de bankzitters vriendinnen vind jij het meest aantrekkelijk? Je mag die van jezelf niet noemen. Jeez, die van Koen, man. Die
diegene gaat het ook zien, hè? Ik ga wel drinken. Als wij deze vraag zouden krijgen, zouden we alle drie Char zeggen, denk ik. Dat snap ik ook wel weer. Zou ik drinken? Je moet jezelf weten. Ja, ik vond net dat ik ook net een te makkelijke vraag had eigenlijk. Deze ga ik niet drinken, want dat heb ik net al uitgedronken. Ik ga voor die man. Kijk toch gewoon, want je bent er gewoon iets aan doen. Ja? Wat is het dan? Worstensap of zo. Nee, dat is gewoon kippensoep. Ik hou niet van soep, man. Hey, ik ga even schijten, want ik moet echt heel nodig. Ik zit aan een natte poep. Roaroe, wat is het meest boos dat je ooit op een andere bank zit te ben geweest? Dat Robby iemand genaaid met die video van de dingen. Ja, het is mooi dat jij deze vraag hebt gemaakt, weten dat ik dit wist niet of dit het was. Dat we hadden afgesproken om op een bepaalde dag te doen en dat jij een half van het voor zei, joh man, hey, ga me uploaden, want het komt niet goed uit. En uiteindelijk was jij 3 dagen te laat, dus boeien. Het is nog steeds niet uit de les. Nee, ik heb niet vaak met een van jullie gehad dat je iets afspreekt en dat dan iemand het bewust van maakt. Dat was een afspraak van één kant. En ondanks deze totale mismatch nog steeds mij de slechtste vriend. Roel, wie van de bank zit de vriendinnen van jou het minst aantrekkelijk? Die mag die van jezelf niet noemen. Wat? Je moet wel bedenken, ze gaan het allemaal zien. Zijn de club het minst snel op de vriendin van Rob afstaat? Die is 1,40. Dus je vindt die het minst aantrekkelijk dus? Ja. Lelijk eigenlijk gewoon. Nee. Dat is ook een logisch antwoord. Nee, ze Rob niet op mijn vriendin zou afstaan, die is 3 koppen groter. Ja, je gaat het er gooien op omdat ze klein is. Veel te simpel antwoord, je moet drinken. Ik kan het niet zien. Dit is knakworst. Ja, dit is raar. Ja. Koen, hoeveel heb je precies verdiend op de euro nauwkeurig met kaasje? Ja, maar dat weet ik niet. Oh, dat moet je drinken. Ik denk De laatste keer was het nog meer toen ik het daar vroeg. Ah, dat maakt Oh, joh, een tonnetje meer of minder. Ja, ik weet het toch niet. Okay, weet dan ik moet veel. Je drinken als je maar wat zegt. Nou, dan zeg ik maar wat. Fernandez of zo? Het is Chupa Chupsap. Koen, ik wil graag van Koen weten wie volgens jou de slechtste video's maakt van de bankzitters. Ik denk Milo. Hoezo dan? Ja, nee, gewoon, er mist wat. Als jij mij zo moet coachen, wat zou je dan zeggen? Ja, ik denk van, als je 2 maanden doet over een video, dan moet het echt een fucking leuke video dat zijn. Dat doe ik niet over. Ik doe er een dag over, maar dan doe ik dat pas na 2 maanden. Ja. Je bent best grappig op zich en dan maak je wel kut video's. Ja, dan nee, hoe kan dat nou? Zonder ons ben je gewoon niet leuk. Oh, oei. Duidelijk taal. Nou, daarmee sluiten we ronde 2 af en gaan we door naar de laatste ronde en dan gaan we echt. Ik ga de box aan doen. Kom binnen, man. Ik word aan de andere kant gevuurd, man. Ik ben geen slechte vrienden. Dan moet je eens nadenken over jezelf. Jongens, laatste ronde. Dit is de duelronde. Oh. Je krijgt zo meteen een inschattingsvraag en degene die het verste vanaf zit moet drinken. Oh. Goed. De duels, iedereen komt een keer tegen... Iedereen. 2 keer zelfs. Nee, je komt trouwens niet tegen iedereen. Je zit 2 keer in een duel. Koen en Rob, duel 1. Dat is wel een duel. Dat is helemaal ons, man. Hoe ver is de aarde van de maan verwijderd in kilometers? Ja, het is zo moeilijk al die zo. Je hebt 50% kans dat je hem goed hebt. Stel, als schrijf je 1 kilometer op, kan hij nog een halve kilometer zeggen en dan... Dus hoe ver is de aarde van de maan verwijderd? Je mag ook lichtjaren doen. Soms lijkt hij echt fucking dichtbij, weet je wel. Nee, ik heb gezien, Abu Dhabi ligt hier. Ik ga ook weer mezelf een lul zetten hier. 850.000 kilometer. Oh, ik had 20.000. Ik had 5.10. Het zit echt in een beetje in het midden, het is 385.000. Maar Rob zit er net iets dichterbij. Nee, fucking hell, fuck bitch. Nou, moet je drinken. Ja, is goed, jongen. Ik ga verdedigen. Oh, het is... Pesto. Nee, dat is pesto. Dat is een fucking warme kruidenboter. Ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Het is soort van dat olie wat in die feta blikje zit. Dit. Oh. Ah, best wel lekker hoor. Oh, nou, niet heel lekker. Nou, ik weet niet of ik het lekker vind. Zou je mijn hartje af willen maken? Nou, TikTokers, ga je gaan. Milo en Roel. Hoe oud is Rob Geus? Ik heb een vermoeden. Man. Laat maar zien, Milo. 46, dacht ik. 45. Oh! Eén iemand zit niet goed. Maar één iemand heeft wel gewonnen. Want hij is namelijk 50 jaar oud. Ja! Komt hij heel goed weg, deze guy. Kindercola. Oké, de volgende is Milo Rob. Hoeveel afleveringen van Lingo zijn er gemaakt? Hoeveel seizoenen zijn er? Wat kan dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Dit zijn er zoveel. Ik heb een vermoeden. Zo. Milo is confident, hoor. Ik heb 450. Oeh, ik heb al flink veel meer. Ik heb 800. Ik zat echt op 1500. 5490. Zo! 5400? Ja, ik heb hier zo geen zin. Er staat natuurlijk zoveel. Zuiger! Altijd één lekkere tussen. Zou ik kies deze? Is dat een goede keuze? Ja, dat is een goede keuze. Zou ik kies die? Ja, die is ook een goede keuze. En die? Dat is echt nog een betere keuze. Ik ben zo erg naar die aan het loeren, doe het gewoon. ik zie als ik die niet moet pakken. Ik moet die niet pakken. Ik pak die. Ik denk teug. Meer. Dat is echt niks. Nee, dat wel. Dit is echt iets uiensap of zo. Je moet het even. Ik vind ons nog niet. Bokerpie. Broccoli sap, bloemkoolsap, zoiets is het. Wil je zien wat het is? Aspergesap. Hoeveel is de balkenende-norm per 2018 in euro's? Ik heb 135.000. Ik heb 130.000. Oeh, heel close. Het goede antwoord is nog wel een stuk hoger. Hoger? Ja. 187.000 is wat onze minister verdient. Het was zelfs nog hoger.
leuk, joh. Dat is echt de beste keuze bij far. Cherry cola. Malibu cola. Malibu cola. By far de beste keuze. Die is wel echt lekker. Hoe lang doucht de gemiddelde Nederlander per dag? Bol zit ook in dit onderzoek meegenomen. Gaat het gemiddelde heel erg naar beneden. Ik denk langer dan je denkt, man. Ik dacht iets, maar dan ga ik nu langer doen dan dat. Ik heb 8 minuten. 5 minuten. Ik denk namelijk dat... Het boeit me niet. Wat voor mensen zijn die niet elke dag douchen, dat het dan weer eraf gaat? Het goede antwoord is 9 minuten. Ik weet nu ook wat erin zit. Dat is het ook. Het is wel gewisseld, twee dingen al. Ik hoop dat die tonijn eruit, jongen. Ik zweer het. Tonijn? Ik zweer het, als die er niet uit is, kom op. Bleef met je mee, man. Nou ja, had je maar beter de vraag moeten beantwoorden. Ik ga inmiddels, als ik toch kans heb op tonijn, dan ga ik dan niet een flinke teug nemen. Inmiddels moet je wel iets naar beneden houden, nog het rietje. Dit is heel dikker. Ook heel olieig ook. Ja, het is ook olie. Slaolie, maar dan kom je nog niet goed weg trouwens. Nee. Hoeveel Olympische gouden medailles heeft Sven Kramer? Hij heeft wel 1 gouden medaille minder, omdat hij toen een keer de verkeerde baan in ging. Weet je nog? Ja, ik heb 9. Oh, dan weet ik 9. Ik heb 12. 9 heeft hij al per Olympische Spelen. Nee, gouden medailles. Hè? Ja. Goeie antwoord is 4. Nee! Ja. 10 kilometer heeft hij nooit gewonnen. Ja, heeft hij nooit gewonnen. En hij heeft alleen 3 keer de 5 gewonnen. En zo'n wissel met 10. Je zit hoog uit, man. Ik zou het niet doen. Je zit hoog. Moet je nog even erin duwen. Ja. Drink erop. Het is niet tonijn. Oh, yes! Het is tonijnsap. Ja. Oh, tonijn zit in water. Ik denk oprecht dat het chiller is dat ik dit blind heb moeten drinken dan dat ik het had moeten zien. Oké, boys, laatste vraag. Ja. Nog 1 vraag doen, maar nu doen jullie allemaal mee. 1 iemand heeft me straks als beste ingeschat en die hoeft niet te drinken. De rest tegelijk sippen. Maar dat betekent dus dat alles wat hier staat, wat jullie dus nu kunnen zien, gaat gedronken worden. En mag degene die dan het dichtst bij zit als eerst kiezen? Of de winnaar mag bepalen wie welk rietje neemt. Ja. Zonder te kijken natuurlijk. Hoeveel views heeft Nielsen? Van ijskoud. Dat zeg ik verkeerd op. Het is ijskoud van Niels op YouTube. Nu. Dit kan echt alle kanten. Ja, dit kan echt alle kanten. Nou, laat me zien. Okay, Rob, ik heb 7.8. 7.8. Ik heb 2.7. 2.7. Ik heb 8.6. Sorry, ik heb wel bij far het meest. 16.3 heb ik. Dat is heel veel. Dat is heel veel, maar hij zit daar zelfs nog boven. 19,9. Nou, mannen, wat doen we ervan? Gewoon zoals we zitten. Oh. Mannen, laat het je vooral smaken, zou ik dan ook zeggen. Rol is echt al aan het Rob, drink dan. Dus mannen, jullie kunnen niet achterblijven. Lekker. Zit er 1 lekkere tussen? Ja, die heeft er ook. Ik heb de lekkere tussen. Rob, meer zuipen, hard zuigen. Oh, ik heb de Kia. Oh, what the fuck? Ik heb de lekkere. Ik had hem best veel. Dus dat van mij is anijs of drop. Drop. Ik heb augurkensap. Ik heb ook wel veel gedronken ook. Ik heb 2 dingen die ik niet lekker vind. Dat zijn drop en... Shot. Geitenkaas. Gadver. Nou mensen, dat was hem. Superleuk. Dit was een quizje. Vond je het nou leuk? Doe het even nog. Abonneer op de bank zit. En de speelkaarten zijn hartstikke verkrijgbaar. Is er alweer meer merch inmiddels in de show? Ja, tuurlijk wel. Ik heb geen idee wanneer het online komt. Dus je kan ga maar gewoon kijken. De groeten, doei. Zo.